Ik ben zo aan hem gehecht. Ach, hij is zo'n troost voor me geweest toen mijn man was overleden. Het buurthuis waar we de repetities hebben, mag eigenlijk helemaal niet open zijn. Maar nou ja, voor deze uitzondering mag het dan wel voor vandaag. Brammetje! Oh, ze heeft Brammetje meegenomen! Help! Oh, houten dief! Houten dief! Help! Het ontvangen van dat lintje, dat was een volkomen verrassing. Ik had dat niet verwacht. Ik ben zelf van mening dat het, tenminste dat denk ik, dat het in hoofdzaak is die gastlessen die ik op scholen geef. Dat doe ik al 38 jaar. In 1983 kreeg ik het verzetsherdenkingskruis. Daarbij was een onderwijzer aanwezig. En die vroeg of ik bij hem op school wat kon vertellen. Nou, en zo is het begonnen. Ik was dus van dezelfde leeftijd ongeveer als de kinderen die ik het nu vertel. En nou, ik geloof wel dat ze er over het algemeen wel wat van opsteken. En in ieder geval, ze luisteren altijd ademloos. Nou, ik vertel dat ik één keer echt in doodsangst gezeten heb. Dat ik een krantje net in de bus had gedaan en dat ik die Duitse laarzen hoorde aankomen. Nou ja, nou ben ik er geweest. Toen kon je inderdaad met één krantje kon je al de doodstraf krijgen. En ik had er nog zeker 10 bij me. Op 4 mei 1945, toen kwam die man die altijd de krantjes kwam brengen. Die kwam hard aanlopen. En die zei, morgen tekenen de Duitsers de capitulatie en ga jij maar aan je mensen vertellen. Ik had het gevoel, terwijl ik daar rondliep, dat er iets heel zwaars van me afgevallen was. Dat ik, of ik voor het eerst weer kon ademhalen. De huizen, de bomen, de grond waarop je liep. Je woorden, je dromen, het bed waarin je sliep. Ze hebben het genomen, allemaal genomen. Maar één ding. Eén ding iets. Dat was die stem van binnen. Die nee zei al die tijd. Dat nee heeft ons doen winnen. Dat nee heeft ons bevrijd. Zeg ja tegen de vlaggen. Ja tegen de muziek. Maar dat nee van die 5 jaren. Dat nee. Vergeet dat niet. Een discriminatie. Die vooroordelen. Dat daar aandacht aan besteed wordt. Dat vind ik het belangrijkste van 5 mei. Maar ja, helaas zijn er nog steeds massa's mensen die neerkijken op vreemdelingen, zal ik maar zeggen. Mensen die er maar iets anders uitzien dan zij. Ja, het is wel een erkenning van wat ik eigenlijk al mijn hele leven gedaan heb. Je kan wel zeggen, de kroon op het werk.